Hallo allemaal. Het is maandagavond en dat betekent dat het weer tijd is voor een e-workshop. En vanavond gaat het om dat gel polish het product van de maand is over nail art, maar dan gemaakt met gel polish. Dat belooft natuurlijk weer een hele leuke en inspiratievolle show te worden. En vooral op zo'n gure dag als vandaag is het lekker om met je telefoon of te streamen of lekker te kijken en inspiratie op te doen die jij misschien morgen al kan gaan gebruiken in jouw salon. Vanavond staat het dus in het teken van nail art gemaakt met gel polish. Vorige week ging het al over alle eigenschappen van gel polish. En dat komt omdat gel polish deze maand het product van de maand is. Ik heb vanavond ook maar liefst vier winnaars van de challenge van Mirjam van twee weken geleden. En ik ben er gelukkig zelf weer. Het kan zijn dat ik af en toe misschien nog een beetje hoest of een beetje snotter. Maar ik kan natuurlijk niet zo lang er niet zijn hè. We hebben heel veel te doen, we hebben een hele leuke gast, namelijk Demi. En zoals je weet, Demi gaat heel koelbloedig, maakt ze de allermooiste dingen. Dus heel veel plezier, maar wij gaan eerst beginnen. Ik heb natuurlijk mijn telefoon bij me om jullie comments te kunnen lezen en om eventueel jullie vragen door te zetten naar Demi aan de andere kant van de studio. En achter de schermen zorgt Gillian ervoor dat alles weer mooi en duidelijk bij jullie op beeld komt. Ja, dat is best wel wat anders, hè? Dan streamen we met een telefoontje of met een hele studio. En ik vind het in ieder geval heel leuk om vanavond weer bij te zijn. En Demi, Eddie wens je heel erg veel succes. Dus in ieder geval, wij gaan lekker naar de andere kant van de studio naar Demi. En wat heb jij vanavond voor ons in petto? Ja, goedenavond allemaal. Leuk dat jullie weer kijken. Vanavond gaan we dus een uh, art maken met jouw police. Uh, we gaan een cartoon maken, in dit geval Pink Panther. En dan hebben we ook nog een paar leuke, ja, wat snellere salon art met jouw police. Dus um, dat gaan we eigenlijk doen vanavond. Ja, daar hebben we dus toch zeker zin in. Hè? Uiteindelijk, gelpolish is een van de meest gebruikte of het meest gebruikte producten in de salon. En je kunt dus die gel polish op heel veel andere manieren gebruiken. Ik zie dat Mirjam Zwart ook ingeschakeld heeft. Nou Mirjam, ik heb al gezegd dat we vanavond maar liefst vier winnaars hebben van jouw challenge van twee weken geleden. Maar dat komt wel wat later in de show. Voor nu gaan we maar eerst eens even kijken wat je dan allemaal wel niet met onze gel polish kunt maken. Ja, we gaan beginnen met de cartoon. Uh, ik zei het al, Pink Panther gaan we maken, dus kijk maar even mee. Cool. En hij is eigenlijk doedee, doedee, best wel simpel. Heel leuk. Ja, maar wel schattig. En hij ook leuk, leuk trouwens voor Halloween, uh, ik wil zeggen Halloween voor Valentijnsdag. Zo leuk dat roze. Ja, dat wel ja. Een beetje toch in die Valentijnsfeer, dat is zeker leuk. Hij is eigenlijk op zich ook best wel simpel. We gaan namelijk voornamelijk met gel uh, polies werken. Dus het is echt uh, uh, de cartoon maken en we kleuren hem in en we maken de lijnen. Dus er komt geen schaduw bij of het is echt gewoon puur gel gericht. Dus ja, ik zou zeggen, gaan we beginnen. Ja, leuk. Leuk. Ik heb er wel zin in. Ik vond de Pink Panther als kind altijd ontzettend leuk. Trouwens ook die films met uh, die echte films. Maar ik ben even kwijt hoe die acteur nou heten. Nou ja, we gaan gewoon lekker genieten van jouw werk. Oké, okay, ik heb alvast een kolderpop uh, gelakt met de Whitest White. En die heb ik ook uh, afgelakt met Extreem Mat, omdat ik dat het fijnste vind werken. Um, op de tip zagen jullie net al dat we een roze achtergrond gaan maken, maar dat komt wat later. Het beste is om gewoon op wit te werken. Um, dus ik ga nu beginnen met mijn schets en dat doe ik met een beetje een grijze bruinige kleur. Omdat mocht je een foutje maken in je schets, dan vind ik het uh, makkelijker om op die kleur te dekken dan dat je een foutje maakt met een zwarte kleur als schets. Um, omdat dat niet altijd lekker dekt. Oh, dat is een hele goede tip. Dus niet met puur liner gel of zwarte gel polish die gaan schets gaan maken. En heb je die, deze kleur dan gemengd die je daarvoor gebruikt? Um, nee, ik heb de 044 gebruikt, dus die is echt al een beetje grijsbruinig van zichzelf. Uh, de 044, oh, en welke is dat? Um. Ik ben niet zo van de nummers, meer van de namen. Nou, ik vind het dus een hele moeilijke naam. eye. Dus... nee, uh, Eternal Morality? Ja, yeah, die. Eternal Morality, eeuwige um, e menselijkheid. Nou <laughs> <laughs> well, ja, daar gaan we dus mee schetsen. Um, dus ja, we gaan beginnen, denk ik. Ik ga uh, met mijn Katharina's Choice beginnen. Omdat ja, het is een klein penseeltje is. En dat vind ik fijn om dunne lijnen te zetten. En ook meteen in de details te werken. Ik begin altijd bij dit neusje. Omdat het neusje het midden is uh, van een gezicht. In dit geval Pink Panther. Ja, iedere keer dat ik je dat zie doen ben ik verbaasd. Want ik vind de neus het allermoeilijkst. <laughs> en jij begint er gewoon mee. Ja. Ik kan namelijk vanaf de neus kan ik twee kanten op. Ik kan omhoog werken en omlaag werken. Um, als ik namelijk eerst begin bij een oog, dan kan ik het oog net te ver in het midden hebben gezet, waardoor mm -hmm. het andere oog eigenlijk eraf valt. Een neus staat altijd centraal, dus je hebt altijd alle hoeken van een gezicht een wel. Een soort referentiekader voor jezelf. Ja, ja. Oké. Okay. Neusje is een beetje een afgerond driehoekje. Hij mag ook gewoon lekker schuin, want dan hoef je niet symmetrisch te werken. Dat vind ik ook altijd wel fijn. Ik ga heel even de side camera ietsjes verplaatsen. Want je zit net wat lager dan in de voorbereiding. Dat gebeurt Top. bijna altijd. En dan eens even kijken of het zo goed te zien is. Ja, dan kunnen we meegenieten vanaf de zijkant. Dan kijkt hij straks vanaf de zijkant zo de camera in. <laughs> Top. Vanaf het neusje... Ga ik nu eigenlijk dus naar beneden werken. En dat doe ik door hem een klein beetje van de tip af te laten lopen. En we pakken hem eigenlijk onder de punt, pakken we hem meer op. Dan gaan we eigenlijk nu verder met de mond. Als jij nou voor het eerst zo'n design maakt, hè, pak je daar dan een voorbeeld bij van zo'n tekening, van zo'n cartoon? Ja, ik kijk eigenlijk altijd op Pinterest. Um, en dan tip ik gewoon in cartoons bijvoorbeeld. Of mm -hmm. nou ja, in dit geval had ik Pink Panther ingetikt. En dan krijg je allemaal um, cartoon-afbeeldingen van Pink Panther. En daaruit kies ik dan een leuke... Je favoriet. Ja, daar, ja eigenlijk wel. En dan uh, kan ik hem ook heel makkelijk... Um, zelf positioneren op een tip. Want uh, als je namelijk vanuit uh, iemand anders zijn werk gaat werken. Dus je gaat bijvoorbeeld vanuit mijn tip werken en positioneren, dan ga je net iets te perfect willen werken, en dan lukt het meestal niet. Dus daarom pak ik eigenlijk altijd gewoon een afbeelding. En vanuit daar ga ik zelf mijn posities bepalen waar ik het wil hebben. Oh, dat is een goede tip. Dus niet één op één naproberen te maken. Maar gewoon kijken welke afbeeldingen en hoe ga ik die nou mooi plaatsen op die nagel zodat het dan ook nog een beetje je eigen handtekening wordt en blijft. Ja, klopt. Um, het heeft een beetje een pruillipje. Dus we zetten hier twee lijntjes neer. En maken zijn een kinnetje af. Zo. En een schoudertje. Want hij kijkt een beetje schattig. En dan hebben we eigenlijk het onderste deel al gezet. Dus dan gaan we verder naar boven werken. En dat doe ik door um, eerst een driehoekje vanuit de neus weer naar boven te maken. Die komt ongeveer tussen zijn ogen namelijk. Ik zet eerst een stipje. Mm -hmm. En vanuit daar verbind ik eigenlijk de lijnen naar de neus toe. En allemaal zonder tussendoor uit te harden. Maar als je het nou een beetje spannend vindt, dan kan dat natuurlijk wel eventjes hè, met de flash cure. Ja, kan wel, maar dan moet je wel echt zeker zijn van je lijnen die je hebt gezet. Want als het eenmaal staat, dan kan je het natuurlijk niet veranderen. Ik ga nu verder met de ogen. De ogen vallen een beetje in die neusbogen weg. Mogen ook wel wat grotere ogen zijn. En je werkt nu op een extreem matte ondergrond die je ook niet hebt gebufft, geloof ik. Gewoon extreem mat. Ja. Want ik vind dat het zo mooi blijft liggen. Ja. Dat klopt, ja. Maar je moet natuurlijk ook niet te veel product gebruiken, want dan bestaat wel de kans dat het gaat vloeien. Ja, dan gaan al die lijnen eigenlijk wel in elkaar een beetje vloeien. En dat wil je niet hebben. Oké, okay, één oogje staat. Hij had ook een beetje een gefronste wenkbrauw. Dus die wenkbrauw trek ik nu eigenlijk een beetje door het oog heen. Want daar zien we direct toch niks meer van. En zo kunnen we hem weer een leuke uitdrukking geven. En dan gaan we door naar het andere oogje. En ook die valt in de neusboog een beetje weg. Merk jij nou dat Jessica's Choice, of ook Catharina's Choice ben je nu aan het gebruiken, ja. dat die niet alleen korter, maar ook dunner is dan Jessica's Choice? Of is het qua dikte een beetje vergelijkbaar? Nee, hij is inderdaad ook dunner. En ik vind dat dan ook wel fijner, want dan pak je ook niet te veel gel op. Mm -hmm. Meestal als ik uh, wat meer gel wil oppakken, dan ga ik naar de Jessica's Choice, omdat die N wat langer inderdaad is en wat meer haar, haartjes heeft. Lisette zegt: Als ik zo kijk, dan zie ik er eigenlijk ook wel een beetje tijgertje in. Maar dat kan ik me ook wel eens bij voorstellen. Ja. Het zijn natuurlijk alle twee een soort tijgers of panthers. <laughs> en mensen zeggen: Wat lijkt het toch makkelijk op het scherm? En dat zegt Gemma. En Cindy reageert erop, dat denk ik ook altijd. Maar als ik het zelf probeer, loopt de zweetdruppels over mijn voorhoofd. Gemma bevestigt dat. En Veronique zegt: Irritant, hè? Irritant, verschrikkelijk gewoon, zegt Gemma. Ja. Oefening baart kunst, en dan moet je nagaan hier in de studio, dan moet je natuurlijk er ook nog rekening mee houden dat jullie mee kunnen kijken. Hè. Dus je bewegingsruimte, zowel van je hoofd als van de tip, is minimaal. En dat is eigenlijk hetgeen wat altijd het lastigst is om in het begin aan te leren als je achter de tektafel zit. Ja, dat vond ik ook wel in het begin moeilijk toen ik hier kwam zitten. Je moet er allemaal rekening mee houden. Maar het is ook wel oefenen hoor: een cartoon maken. Op een gegeven moment heb je wel een beetje door hoe de positionering werkt. Heb je ook door hoe je dunne lijntjes kan maken. En dan gaat het vanzelf wel eigenlijk. Ik maak ook nog eventjes schattige wangetjes. En dan hebben we eigenlijk de schets al staan. Ja, grappig. Mensen zijn veel aan het reageren, gewoon van alles. Aletta is ook erbij, die was ietsjes later, maar die was vandaag aan het filmen in de studio. Dus dan is zo'n dag best wel snel gevuld. Tracy Ogen meldt, die is mee aan het kijken vanuit Zuid-Afrika. En zegt, hello everyone, love from South Africa, well love, back to you of course. Um, Lian zegt dat ze ook wel een heel stoer iets probeert te maken en dan niet uit te harden. En zegt, maar dan maak ik altijd, als ik dan bijna klaar ben, een fout... Heel het design naar de galamiezen, Nou, dat ken ik wel, want ik kom nog uit de tijd dat je het met name met verf schilderde. En verf droogt aan de lucht. Dus dat wordt gewoon droog terwijl je bezig bent. En dan nou ging ik op een gegeven moment ook met liner gel aan de slag. Ik dacht, nou, dat doen we wel even. Maar dat was de eerste keer niet zo eenvoudig. Sterker nog, er bleef niks achter op die nagel. Maar dat maakt niet uit. Ergens in een seizoen is dat nog terug te vinden ook. Sylvia zegt dat zij graag de Catharina's Choice gebruikt ook voor het maken van een thin French. Dat kan ook. Ja, dat is ook wel fijn. Dan is het een super thin ja. French. Super thin, ja. <laughs> Oké. Okay. Hoe Ik lang heb je hem nu uitgehard? Ik heb hem even tien seconden uitgehaard, zodat hij gewoon uh, vast staat. Um, nu kunnen we eigenlijk verder met inkleuren. Ik ga beginnen met uh, eigenlijk zijn huidskleur uh, in te kleuren met een roze kleur. Um, eigenlijk is het hele design natuurlijk roze pink Panther. Um, maar ik ga het wel in vlakken doen. Dus um, eerst doe ik de ene kleur, die doe ik dan eventjes 10 seconden uithouden. Daarna doe ik de andere kleur zodat die ook niet in, in elkaar kunnen overvloeien. Ik ga beginnen met de roze kleur 381. En daar ga ik echt alleen de huidskleur in principe meemaken. Ik ga even kijken welke dat is, de 381. Want ik ben echt niet goed in nummers. Mijn collega Kobi daarentegen kent alle nummers uit haar hoofd. En trouwens ook Ingeborg. 381. Misschien moet ik vanavond maar gewoon even ingelogd blijven in de webshop. Oh, dat is You Are Hot. Ja. Oh ja, zo'n leuke naam ook. Hij is ook lekker fel. Mag ook wel. Ja, dit is ook een van die gel die deze maand in de aanbieding zijn, hè? Klopt? Zo, zo, de webshop is geopend voor als je straks een ander nummer noemt. Maar je kiest kies de you Are Hot. Het is best wel een felle kleur. Ja. En die komt ook lekker op die witte ondergrond. Spat hij er echt lekker vanaf. Ja, klopt. Ik vond het ook wel leuk. Want ja, Pink Panther kan ook wel wat um, minder felle roze pakken. Maar ik zat ook een beetje. Na de kerst, dit te maken. En na de kerst ben ik meestal gewoon meteen in de zomervibe. Dus ik dacht, ja, een beetje neon mag er wel in. Na de kerst, meteen in de neon-vibe. Terwijl ik juist in de Neil Talk Live groep las. dat er best veel mensen het lastig vonden om de challenge van Mirjam uit te voeren op hun klanten. omdat die nog in de donkere kleurenvibe zitten. En dan is zo'n baby boom best wel een uitdaging. Maar jij bent dus al meteen lekker naar de. de, 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 de can, can, can colors. Ja, ik kan ook echt niet wachten tot het gewoon weer lekker 30 graden is. <laughs> ja, dat, dat, nee, dat gevoel deel ik wel met je. <laughs> zeker vandaag. Want het was een beetje een trieste dag. Ja. Dus ja, ik gooi hem gewoon lekker op de neon. Zo, en nu ben ik eigenlijk dus met de Jessica's Choice aan het inkleuren. Zodat ik inderdaad wat meer gel kan oppakken en verdelen. Ja, het verschil is klein, maar het is wel aanwezig. Ja. Je werkt dus niet zozeer echt laag op laag, maar laag tegen laag. Ja. Dat zorgt er natuurlijk ook voor dat die nagel relatief mooi dun blijft. Ja. Klopt. Ik wil wel dat uh, de kleur gewoon in één keer wel mooi dekt, mm -hmm. maar niet dat het een hele dikke, dikke laag is, dat niet. Maar daar helpt dat wit natuurlijk ook weer heel goed bij, want ja. daardoor gaat je, kijk, iedere kleur die fel is, heeft relatief minder wit pigment in zich, maar als je hem op wit zet, wordt hij altijd stralender. Oké. Okay. Dan hebben we het roze vlak ingekleurd. Nu doe ik hem weer eventjes tien seconden in de lamp. En dan kunnen we door naar het volgende vlak. Ja, daarvoor is het natuurlijk ook belangrijk dat die lagen relatief dun blijven. Hè? Want die tien seconden, je hebt nu toch echt al een deel ingekleurd. En je zou, als je echt meer product gebruikt, ook langer moeten uitharden dan die tien seconden. Uiteraard is een flesjeur ook ideaal als je het om klant doet. Want dan hoeft ze niet steeds in die lamp en dus loop je het risico op beschadiging, wordt dan wat beperkt. Hou er wel rekening mee dat je dan niet die flesjeur op je penseel schijnt, zoals ik heb gedaan. De eerste, de tweede en de derde keer. Ja, dat is niet heel handig, nee. Um, we gaan eigenlijk door naar de volgende roze kleur en dat is de kleur voor zijn snuit. Um, het is een beetje een zachte roze kleur, ook uit dezelfde collectie als de roze die we net hebben gebruikt. Dat is namelijk de 383. 383 en, en dat hij is heet You Go Girl. Ja. Nou, You Go Girl, Damie. Ja. Oké. Okay. Dus we gaan echt alleen de snuit doen. En doe ik ook weer met de Jessica's Choice. Ik leg ook altijd eigenlijk een druppel gelpolissen neer en vanuit daar verdeel ik hem naar de randen toe, omdat je hem dat wat gecontroleerder kan verdelen, in plaats van dat je meteen een dikke druppel op de rand neerlegt. leg hem nu ook weer tegen die felroze aan. Mm -hmm. We gaan nog wel uh, lijnen plaatsen aan het einde, maar als we hem er niet tegen aanleggen, dan, ja, dan kan het gebeuren dat je toch nog uh, ruimte ertussen gaat zien tussen ja. de twee kleuren. Ook al zet je er nog een lijn tussen. Oh, oké. Okay. Dus wees ook niet bang om dus echt je tegen elkaar. Stotend. Ja. Oké, okay, nou dat, dat is een, go een goede fan. Kimberly Jansen zegt dat ze een fan van jou is, Demi. Ja. Ingeborg zegt: Oh, wat is het fijn dat je ze bij nummers noemt. <laughs> ja, Ingeborg. En wat is het fijn dat ze smarttelefoons hebben, dat ik het dan meteen in de webshop kan opzoeken. Hè? En um, ja, Anja van Essie reageert op mijn uh, foutjes met de Adjuster Light, dat ze zegt: Oh, daar is een bepaald spreekwoord voor, voor over een zekere ezel. Ja, dat is natuurlijk waar. En Jannie zegt: ik had een lijstje met namen opgeschreven. Dacht handig. Maar in de, in de winkel staat alles op nummer. Ja, dat klopt, Janny. Het is inderdaad waar. Ik, de, ik herinner me de namen omdat we daar echt over in discussie gaan met elkaar. Maar in de winkel staan ze op nummer. Maar in de webshop kun je altijd zoeken op of naam of nummer. Of type kleur. Kan ook al. Hij zit in de lamp? Ja, we doen hem weer even 10 seconden in de lamp. En dan gaan we eigenlijk weer door naar de volgende kleur. Dus ik werk echt de kleur af voordat ik hem even uh, fleskeer. Oké. Okay. Ja, ik hoor in, in mijn oortje dat in de winkel ook de namen erbij staan. Dat klopt, maar je moet ze natuurlijk nog wel op nummer zoeken. Maar er is altijd iemand in de winkel die je kan helpen, die het even voor je opzoekt en die je dan vertelt, oh maar dat is nummer 389 We gaan door met de neus. Uh, de neus wil ik niet roze maken, maar die wil ik dus rood maken, zodat we toch een beetje um, ja, contrast erin krijgen, om het zo maar te zeggen. Dat het niet echt één roze vlak is. Dus daarvoor gebruik ik de um, Mace Choice, uh, de nieuwste, de 2022 is dat. Zal ik daar dan maar het nummer voor opzoeken? Nee. <laughs> <laughs> Mace Choice 2022, hele mooie felle kleur. Ja. Wel met een heel zacht, beetje roze touch zit erin. Ja, precies. De 2021 zou bijvoorbeeld, zou ik dan net te fel vinden voor hier. En dit doe ik dan weer met Catharina's Choice. En waarom kies je nou voor Catharina's Choice in plaats van Jessica's? Het is toch een, een vlak die we um, in moeten kleuren waar eigenlijk al Gelpolis omheen zit. Ja. En um, ik zelf heb gewoon net wat meer controle met Catharina's Choice. Oké. Okay. Nou, lak je nagel, zegt ik heb vandaag nog gel polish besteld, maar zie nu alweer kleuren die ik wil bestellen. Ja, we hebben ook heel veel kleuren en het is natuurlijk wel het moment om te bestellen met 30% korting deze maand. Zowel bij ons als bij onze distributeurs. Hij gaat weer in de lamp. Hij gaat weer even in de lamp. Dat betekent dus ook dat we weer naar de volgende kleur gaan, um, de ogen. Ik heb de ogen een beetje geel gelaten, omdat um, ja, eigenlijk hetzelfde als met de neus, eventjes een andere kleur erin is ook wel leuk. Um, en op het plaatje dat ik op Pinterest dus had gezocht, had hij ook gele ogen. En dat vond ik eigenlijk wel prima. Lakje Nagel vraagt of je design ook eerst zou kunnen tekenen met potlood in plaats van met gel polish. Mm, dat kan. Alleen met potlood vind ik het soms heel stug. Dus uh, je kan je lijnen niet echt lekker vloeiend maken. En dan krijg je een beetje van die ja, krakbewegingen erin of zo. Terwijl met gel polish kan je heel vloeiend de bocht bijvoorbeeld maken. En ja, het, het gunt ook wat makkelijker uit. <laughs> Wacht even. Gel polish gunt makkelijker uit dan potlood. Ja, ja het is heel persoonlijk <laughs> lak je nagels. En je, het, ja, het is echt heel persoonlijk wat je fijn vindt. Maar het kan alle twee. Een potlood of natuurlijk uh, meteen een met gel polish. Kies en ontdek wat je fijn vindt. Yes. Ik zou het gewoon lekker allebei even proberen. En dan. Uh Misschien ook een ander penseel proberen. Dat het net wat uh, vloeiender gaat dan met bijvoorbeeld de Catharina's Choice die ik gebruik. Um, dus gewoon lekker uitproberen. Um, de ogen. Een gele kleur. Ook deze geel is lekker fel. Ik heb de uh, 490. Dat is de Pina... pina pineapple. Pineapple, ja. Yeah. Ik heb dan al wel... Um, Gemarkeerd wat ik eigenlijk zwart wil hebben, zo meteen. Mm -hmm. Maar daar ga ik ook gewoon overheen. Want dat is ja, wat makkelijker dan dat we er helemaal omheen moeten gaan werken. En het is zwart, dus de zwart dekt altijd. Ja, dat is een lekker fel kleurtje. <laughs> En de ja. penselen die je hebt ge uh, gebruikt, Wendy, jij vraagt dat. Dat zijn Tot nu toe heeft uh, Demi Jessica's Choice penseel gebruikt en Catharina's Choice. Dat zijn twee van de Choice penselen, Jessica's Choice en Catharina's Choice. Catharina is de kortere en Jessica is het iets grotere penseel, omdat ze die fijn vindt voor deze lijnen. Dus twee Choice penselen. Ik doe nu twee ogen tegelijkertijd. Maar je mag ook zeggen van nou, dat vind ik een beetje spannend. Dus ik doe eerst één oog even uitharden en dan het andere oog. Maar de gel polish blijft gewoon wel lekker op zijn plek liggen. Merk je nou zelf dat je een hele waterige gel polish hebt? Stel je voor, je werkt niet met magnetic, maar je hebt een andere gel polish die je wil gebruiken, die heel waterig is. Je moet natuurlijk wel een kwalitatief mooie, samenhangende, constante kwaliteit gel polish gebruiken voor dit soort dingen. En Anders moet je tussendoor dat wel natuurlijk wat vaker uitharden, wellicht. Dus daar moet je wel echt een beetje mee spelen. Ik zag nog iets langskomen. Um, Elvira zegt dat ze altijd glass gel polish, glass gel polish, we um, ja, ja, ja. bourgogne gebruikt voor de schets. Nou, daar kan ik me ook wel wat bij voorstellen, hè, Demi? Want dat is ook een beetje zo'n zo semi-transparante bruinige tint. Ja. ja, dat is ook wel een goede inderdaad. Ja, ook lekker om te dekken. Dat is ook een goede. En Lovely Niels, jij vraagt: zijn er nog tips dat de doppen van de penselen beter blijven zitten? Nee, want je moet natuurlijk ook niet zorgen dat de doppen zo stevig zitten dat je er niet meer van afkrijgt. De dop is echt voor dat als je meeneemt het penseel en zit in je penseelmap, dan doe je die dop erop, dan doe je de map dicht en daardoor blijven de haren van de penselen goed beschermd. Ja, ik raak ook altijd mijn plastic dopjes kwijt, als ik heel eerlijk ben. Uh, dus ik heb altijd van die bakjes staan met van hele grote van die plastic doppen of hele kleintjes. En dan kijk ik altijd zelf wat erop past. Maar een dopper op is altijd wel fijner. Oké, okay. we kunnen nu verder met de pupil van het oog en de wenkbrauwen, want die zijn allebei zwart. Uh, daarvoor gebruik ik gewoon de Black is Black gel polish. Je kan zijn uh, pupil ook met een dotting tool doen, mm -hmm. als je dat wat fijner vindt. Ik leg eigenlijk gewoon weer een beetje in het midden mm -hmm. van het pupil. En vanuit daar beweeg ik hem naar de zijkanten toe. Zodat ik weer niet te veel op de rand heb liggen. Dus ik duw eigenlijk de gel naar de zijkant. Dit doe ik wel pupil voor pupil even uitharden. Dat dit zo klein is en je echt heel blij bent als hij straks staat. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ik zit er ook naar te kijken, denk, oké. Okay. Gemma zegt dat ze hem nu al gaaf vindt. Ja, en het oog, dat voegt al heel veel toe. Krijgen alle choice penselen een dop? Ja, zeker. En dat wordt ook bevestigd door Kimberly. Ik doe hem heel eventjes heel snel erin. Gewoon even veiligheid. Ja. En Cornelia, jij vraagt of je geen losse doppen kunt kopen voor de Choice-penselen. Nee, want uiteindelijk heeft een penseel geen eeuwig leven. Dus tegen de tijd dat je dan een nieuw penseel koopt, dan zit daar een dop bij. Oké, okay, we pakken hem nu door naar het volgende bupil. Ja, ik ga mijn adem inhouden. Dus ik zet weer een stip in het midden. En vanuit daar beweeg ik hem naar de zijkanten toe. Je kan hem ook speels maken, dus dat je zegt nou één groot pupil, één klein pupil. Kan natuurlijk ook. Ik kan een beetje spelen met de mimiek natuurlijk. Ja. Of als het echt niet lukt, een knipoog. <laughs> Deze weer heel eventjes in de lamp. En daarna gaan we door naar de wenkbrauwen, ook met de Black is Black. Kimmerly zegt, "Deem, je bent te goed. Jacques Bergs ik op net in en zegt, goedenaar, veel te laat. Morgen terugkijken, Pink Panther. Ja, zeker. Inderdaad, Pink Panther. Heel fijn dat ze nu allemaal een dop hebben, reageert Mieke op de choice pencelen. En schil laten kijken is makkelijker, Lieset. Ja, daar dacht ik ook aan. Want uiteindelijk goed schil kijken is altijd ook heel leuk. Is ook wel vrolijk, hè? En dan we er hardjes bij hè? Met Valentine's design ja. Oké. Okay. <laughs> en toen wist ik niks meer te zeggen. <laughs> We gaan door naar de wenkbrauwen. Ook hierbij zet ik eigenlijk gewoon een stip. En dan verdelen ik hem naar de zijkant. Dit is wel echt fijn bij kleinere elementen. Ja. Omdat je dan, ja, zeker weet dat je niet te dik bij de rand werkt. En hem ook meteen strak in de vorm kan brengen. Zo, nou kleur ik hem gewoon in. En dan doen we de andere wenkbrauw ook meteen. Een beetje over het oog heen lopen. Oh, Linda McNettick is ook aan het kijken. Nou, van harte gefeliciteerd, Linda. Met je verjaardag, gefeliciteerd. Ik had je natuurlijk al gefeliciteerd. Maar leuk dat je even meekijkt naar Demi natuurlijk. Dat is wel hartstikke leuk. En, en Cindy zegt: Wat vind ik het toch knap dat Demi, dat je het zo goed kunt vertellen wat je aan het doen bent? Ze voelt gewoon de spanning ervan. <laughs> ja, ik zit ook echt wel mijn adem in te houden met deze elementjes. En Linda ook namens Gil natuurlijk van harte gefeliciteerd, zegt hij in mijn oor. Ja, leuk dat je nog even meekijkt, Lin. En over felicitaties gesproken, we hebben vanavond maar liefst vier winnaars van de Challenge van Mirjam. Maar liefst vier winnaars. En ik weet al wie het zijn. Ja, het staat op dit vel papier. Ik ga het je niet laten zien. Dat komt pas later in de show. Dus als je benieuwd bent en je hebt meegedaan, nou, dan moet je nog even wachten. Want misschien ben je wel een van de vier winnaars die Mirjam heeft uitgekozen. Je bent nu dus die tweede wenkbrauw aan het maken. Dan moet je natuurlijk ook een beetje kijken dat die wel gelijk wordt. Dat die expressie klopt. Ja, we hebben een beetje um, een, een wat schattelige blik. Um, de wenkbrauwen mogen dus ook een beetje schuin zijn. Hij staat ook een beetje schuin met zijn hoofd. Um, daar dat doe ik ook expres, zodat je niet de symmetrie erin hebt en daar ook dus een beetje mee kan spelen. Dus ik doe hem nu weer eventjes tien seconden in de lamp en dan kunnen we eigenlijk al door naar de achtergrond. Ach, Linda reageert en zegt, dankjewel Pepijn en Gil, even naar Demi kijken, de PSN Next Level topper. Ja, want je had vandaag PSN Next Level hè? Ja, klopt. We hadden vandaag uh, dag twee, de babyboom in Kaatsheuvel. Um, dus ja, dat was weer heel leuk en gezellig. Ja, mooie lange nagels gemaakt? Zeker, absoluut. Ook verschillende babyboomsoorten, uh, zodat je eigenlijk een beetje kan kiezen waar je zelf uh, geïnteresseerd in bent. Ja, want ben je dus natuurlijk al nagelstylist, maar wil je net dat next level gaan, dan is de PSN Next Level de training voor jou. En toevallig hebben we dit weekend, sinds afgelopen vrijdag, heeft Sarisa ook docenten um, Nederlandse en Belgische docenten en distributeurs getraind in het geven van de PSN Next Level. Dus als jij geïnteresseerd bent in deze vierdaagse training, zou ik zeker eens bij ons op de site kijken. Maar ook bij onze distributeurs, zoals Ina in het Noorden. Ik ga ze niet allemaal benoemen, want dan ben ik te bang dat ik er. Enieren natuurlijk in Deventer. Uh, we hadden natuurlijk ook nog uh, oh, Nathalie Neels. We hebben Sophie de Pauw. We hebben allerlei verschillende mensen. Zijn dit weekend getraind. En dus daar kun jij dan je PSN Next Level doen. Of gewoon lekker in Kaatsheuvel. En zelfs in Soesterberg bij Demi. Ja, dat is wel leuk. Zellig in de les toch? Ja. Oké, okay, de achtergrond. Ook die gaan we in uh, de Rolst doen. Die zit ook in de collectie van de twee rozen die we net hebben gebruikt. Dat is dan de 385 uh, en die heet Addicted to Me. Addicted to Me. Ja, heerlijke naam. Oké, okay, dit doe ik weer met de Jessica's Choice penseel omdat de achtergrond wat groter vlak is. En ook weer hier leg ik eigenlijk in het midden. Eigenlijk is het gewoon een soort van een paletje. En vanuit hier ga ik eigenlijk langzaam langs de randen heen, om zo wat ja, strakker te kunnen werken. Linda zegt iets met plat, 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 toch, Deni? Ja. <laughs> Je hebt natuurlijk uh, bij Power Gel dat je je bolletje lekker plat moet maken. Meestal wordt er een pannenkoekje van gemaakt. Alleen uh, we zaten vandaag lekker in een vibe in de les en toen kwam ik met het liedje um, Billen zo plat, mamie, ik kan op je surfen. Misschien kennen jullie hem wel, misschien ook niet, maar daar zit dus een stukje in dat gaat plat, 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 plat. En daar moet ik altijd aan denken als ik mijn pannenkoekje maak. Als je het liedje niet kent, zoek hem op, zou ik zeggen. Ja, ik ga dat dus opzoeken. Vanavond in de auto op weg naar huis toe. Um, ik heb hier nog... Oh, Wendy, jij had het gemist welke kleur het is. Dat is Addicted to Me. Een hele mooie, wat iets oudere gel Polish kleur. Addicted to Me. En Kem Kimberly zegt... We are addicted to you, Demi, op dit moment. En uh, Karin zegt... Demi is een toppertje in de training van de PSN Next Level. En Soraya gaat ook van de zomer samen met Carla bij jou de PSN Next Level doen. Nou, leuk, gezellig. En Fokje zegt, was een gezellige boel in Soesterberg zondag. Training bij Milena gevolgd. Ja, dat, dat is zeker leuk. Plat, 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 plat. <laughs> Nadat je dat liedje hebt geluisterd, denk je alleen maar daaraan. Als je je pannenkoek aan het maken dan bent. Dan moet ik dat straks toch even opschrijven. <laughs> maar goed, je bent de kleur Addicted to Me gewoon rondom aan het aanbrengen. Om als het ware de ondergrondkleur te duiden. Ja. Ik heb nu eigenlijk om de hele cartoon um, ja, de kleur aangebracht. Dus nu ga ik gewoon de rest invullen. Ja, en wederom niet te veel product gebruiken, hè. Gewoon spaarzaam met het product. Maar terwijl Demi dit aan het doen is, kunnen wij misschien nog even naar het huiswerk gaan. Ik zie namelijk dat Gil er al naartoe aan het rollen is. Dan neemt hij de regie in handen en dan is hij ook de regisseur achter de schermen. Het huiswerk, wil jij deze keer meedoen met deze challenge van Demi? Dan is de opdracht: maak drie nail art sets. In iedere set moet één cartoon zitten: Ton sur ton style. Oftewel kleurtoon bij kleurtoon. Dus bijvoorbeeld allemaal roze tinten, of allemaal rood tinten, of allemaal uh, nude tinten. Dus ton, sur ton drie neelartsetjes Van natuurlijk gewoon drie nagels per neelartsetje, waarvan er dan één, en echt tonsureton ton cartoon design is. Nou, ik denk dat het zo duidelijk is, maar anders hoor ik het zo direct wel in de comments. Nou, dan zijn natuurlijk de huisregels. Hè. De regels is: je hebt twee weken de tijd om je huiswerk in te sturen. Dat wil te dus zeggen tot 30 januari. Stuur die dan in via de link die je kunt vinden in het album Gel Polish Art. Zijn er verbeterpunten? Wordt er contact met je opgenomen door Jessica? En vergeet ook niet die step-by-step -step foto's mee te sturen van je huiswerk. Hè. Hoeft niet een hele collage te zijn, gewoon eventjes zodat we weten hoe je het hebt gemaakt. Als je dat dan hebt gedaan, krijg je natuurlijk je e-certificaat, maar je maakt ook kans op een hele mooie prijs. En ditmaal heeft Demi voor ons drie gel polish kleuren. En ik pak het er even bij. Dat is de prachtige kleur Wildcat. Mace Choice 2022 met die geweldige sleeve en de kleur die Demi zojuist heeft gebruikt, Het Dictatomie. samen met een Jessica's Choice penseel. Nou, dat is toch een prachtige, prachtige prijs. Iedere keer zijn er toch prachtige prijzen. Ja, het is iedere keer weer een feestje als de trainer en de trainers mogen bedenken wat zij als prijs willen laten weggeven aan jullie. En dus dan kijken ze naar welke producten ze hebben gebruikt en dat het er mooi bij past. Volgende week hebben we ook weer een hele leuke opdracht, of een hele leuke e-workshop, en die is dan vervolgens met Linda. Linda neemt ons mee in de wereld van inleenagels, de Colorful Inleenagel. En ik weet zeker dat ook daar weer die gelpolishes bij worden gebruikt, uh, want eigenlijk gebruiken we gelpolishes in bijna alle e-workshops. Ja, valt het op? Mij valt het op. We maken dan de maand af met een hele belangrijke, wat meer technische e-workshop, namelijk op 30 januari. Chiril neemt ons mee in de wereld van het behandelen van nagelbijters. Hele belangrijke e-workshop. Heb je ooit nagelbijters in de salon? Ben je tegen dingen aangelopen? Ik vond het altijd dood en nagelbijt. Ik vond het altijd zo lastig. Want ik wil, ja, daar ga ik ook over twee weken alles over vertellen. Kijk dan mee op maandag 30 januari. Dan voordat we terug gaan naar Demi, heb ik nog eventjes een leuk, leuke nail art workshop voor jullie. Die is namelijk, kijk maar eens mee, op zondag 29 januari nail art met gel polish, ook een thematiek van deze maand, gegeven door Jessica Padberg. We hebben nog een paar plaatjes over. Je Ziet hele mooie frisse zomerse bloemen. Lentebloemen. En je kunt die nu ook boeken met maar liefst 30% korting. Want deze maand hebben we 30% korting op gel polish. Gewoon een cadeautje, een leuk shopmomentje. En dat betekent dus ook dat je al je gel polish kleuren nog kunt aanschaffen of kunt overstappen op Magnetic. Wat ik een behoorlijk aantal mensen heb zien doen. Of je voorraden aanvullen met de maandactie 30% korting op gel polish. Dat is natuurlijk niet alleen bij ons zo. Ook in Kaatsheuvel en in Weert, in de winkels, maar eigenlijk bij alle distributeurs in Nederland en in België. Dus sla je slag gel polish. We hadden hier ook nog een afbeelding van, maar ik krijg niet te zien. Oh ja, wel krijg ik nu wel te zien. Shop till you drop. Was ook een hele mooie gel polish collectie trouwens. Daar heb ik binnen straks eventjes de commercial van voor jullie. Maar we gaan nu eerst even terug naar Remy. En reel terug naar de andere kant. We hebben nu de achtergrond gezet. Ik heb hem anderhalf minuut uitgehard. Um, omdat dit geen klein element is, maar eigenlijk echt gewoon best wel een groot vlak, dus vandaar dat ik hem nu op anderhalf minuut heb gedaan. Um, we gaan hem nu een beetje extra omlijnen. Met wit. Dat mag met witte japonic zijn of met, mag met uh, witte chirisa sweeties zijn. Uh, waarom ik dat eigenlijk doe, is een beetje om het sticker-effect erin terug te krijgen. Um, dat vond ik namelijk wel leuk. Dus ik ga weer terug naar de Katrina's Choice. En eigenlijk de omleiding ga ik alleen boven het hoofd maken. Zo, ik had zojuist nog wat vragen over waarom je die ondergrondkleur, hè, die addicted to me, eigenlijk mm -hmm. niet aanbrengt met een detailer nummer 3. Um, het kan wel, alleen ik heb zelf soms dat ik met de detailer 3 hem niet mooi egaal krijg. Ah, oké. Okay. Dus vandaar dat ik dan uh, de Jessica's Choice eigenlijk pak. Het mag een wat dikkere uh, witte lijn zijn, dus wat breder echt dat ja dan krijg je echt dat stikken effect zeg maar ja, een, een hele ja, moderne manier van uh, dat laten zien of o, omlijnen hè ja je ziet het wel vaker tegenwoordig terug en zo trek ik hem eigenlijk helemaal door boven zijn hoofd En zo. En dan doen we deze ook weer heel eventjes in de lamp. Ja, het is best wel pittig huiswerk, hè? Drie cartoons maken en ook nog een ton-sur-ton ton design in een Neil setje. Het is best wel wat, hè, Demi? Um, de cartoons hoeven er niet per se drie te zijn. Als je in één van de drie setjes in ieder geval één cartoon oh. hebt, dan is het goed. Oké okay, en de rest dan gewoon Tonzuurton, Joe ton, Polish nail Art. Ja. Oh, Oké, okay. nee, dat scheelt. Hoewel <laughs> drie cartoons maken is natuurlijk ook wel leuk hè. Het mag wel natuurlijk. Ik bedoel waarom niet? Het is wel leuk. Maar eentje is ook genoeg. Oké, okay, ik maak heel even snel mijn penseel schoon. Want we gaan nu beginnen met de lijnen. Die maak ik met een donkere roze en dat is de Wildcat, de 326. En dan nou gaan we eigenlijk gewoon de lijnen zetten die we ook met de schets hebben gezet. Dus, dus we gaan eigenlijk gewoon dezelfde stappen weer volgen. Ik begin weer bij de neus. Dus je wil eigenlijk nu ook, want ik krijg een vraag binnen van uh, Lisette, een setje van drie of een setje van vier nagels. Per setje. Een setje is wel vijf nagels. Oh. Oké, okay. dus drie setjes van vijf nagels, waarvan er in ieder geval op één een cartoon zit. Ja, juist. Duidelijk. Ja. Gil zegt in mijn oor misschien dat we voor de toekomst gewoon afbeeldingen, een foto moeten maken van hoe het huiswerk moet zijn. Dat, dan helpt het een beetje. Ik denk dat dat misschien wel slim is. Oké, okay, je gaat dus met Wildcat, ga je de tekening maken als het ware. Ja. Dus we gaan eigenlijk gewoon weer de schets die we hadden gezet. Die gaan we nu weer dezelfde lijnen zetten. En ik doe dat met de Wildcat omdat ik hem wel wat. Um, het was een wat dikkere gel polish. En ja, daar kan je gewoon wat lekkerder je lijnen mee zetten als je echt alleen met gel werkt. Normaal gesproken zou ik mijn lijnen met liner gel zetten. Die is natuurlijk lekker dik. Dus deze is daar ideaal voor. Ja, er zijn wat vragen over het huiswerk van Syriza Kimberley. Jij zegt dat je die niet kon doen vanwege het he niet hebben van Cat Eye Topcoat. Volgens mij was dat niet verplicht hoor, dat je met de Cat Eye top Topcoat ook uh, huiswerk ging maken. Maar dat weet ik niet zeker. Dus het zou je even in de groep of even een berichtje moeten sturen naar Syriza, want zij kan het natuurlijk wel voor je beantwoorden. Helaas kan ze vanavond niet meekeken, ze heeft een andere afspraak. Maar ze kijkt dan in ieder geval wel terug, de show. Ja, dat maakt altijd het verschil, hè, als je die outlines gaat maken. Ja, dan pas ga je het geheel zien. Ja. Probeer mijn penseel ook echt wel recht te houden, zodat ik echt met het puntje van mijn penseel werk. Ik Weet nog wel over die outlines gesproken? Ik was op een gegeven moment met uh, Jessica aan het filmen en dat heeft, denk ik, echt dat design dat was best een uitgebreid design. Maar ik denk dat ik tot drie minuten voordat hij klaar was niet zag wat ik moest zien. <laughs> dat ik het gewoon niet zag. En pas toen die outlines kwamen, dacht ik, oh! Volgens mij was dat zelfs een tijgertje. Ja, soms moet je hem echt in het geheel zien, wil je weten wat het wordt. Oh, Ingeborg vraagt waar en wat is er de 29e? Ben ik nieuwsgierig? Nou, volgens mij is de 29e. Geeft Jessica een uh, gel polish nail art training in Soesterberg. En dan krijg je 30% korting op. En dat maakt ze hele leuke bloemen onder andere. Dat zie je op deze post. Maar dat is omdat het de actie van de maand is. Dachten we, we doen ook een keertje een workshopje met, met zo'n actie. Er zijn nog een paar plekjes, maar het is wel een hele leuke workshop. Dus er is best wel wat animo voor. Ik zag dat ook bij de kijkers vanavond. Het is een talent, zegt Jessica. Ja, yes, dat was het zeker. Het was tijgertje. Het en ik zag inderdaad een donen tot het eind. Ja, ik dacht, ja, wat, hey, want ze zei ze op een gegeven moment: ja, dan doe ik hier het nekje. En ik dacht, ja, nou, hartstikke leuk. Enig. Het komt vast goed, want bij alles wat Jessica doet, denk ik, het komt altijd goed. Beter dan goed. Het wordt altijd fantastisch, maar ik zag het niet. Ik zet eigenlijk de lijnen gewoon allemaal in één keer. Je kan ook zeggen, ik nou, doe het een beetje element voor element de lijnen zetten. Maar als het een wat dikkere substantie is van de gel polies, dan mm -hmm. blijft het wel mooi liggen. En Lisa sluiter vraagt of de cartoon echt per se handgetekend moet zijn. Ja, dat ja. wel. Dat is wel ook echt de technische. Um, het Technische aspect van de training. Ach, Magda is ook aan het kijken. Good evening, all. See you having fun. Love it, Demi. Well, hello, Magda. Nice that you're also watching us. En Jessica zegt verder gaand, en daarna ben ik altijd maar eerst met de outlines begonnen. Het ja, helpt, yes, want dan, ja. Want ik, als ik dat heb, weet ik zeker dat er ook mensen zijn die thuis zitten kijken en denken: van, huh? maar ja, goed. That is all a long time ago. It's very long time ago. At the same time with air, one stroke flowers, etc., So we now do a different things. Um, Joyce zegt, Seriza heeft vijf technieken getoond en in je huiswerkopdracht moest je drie gebruiken. Ketai hoeft dus niet per se. Nou, dan is dat ook meteen weer beantwoord. Jaap zegt, beter, beter dan goed, beter dan best, altijd goed. En Doreen zegt, side question, klopt het dat het verlanglijstje op jullie site al een paar dagen eruit ligt? Nou Doreen, dat weet ik niet zeker. We hebben wel een paar issues met de site, maar ik maak even een notitie. Ik maak gewoon even een screenshotje en dan ga ik dat morgen even navragen. Want dan ga ik dat even kijken. En moet de hand, cartoon handgetekend zijn? Gemma reageert er ook op en zegt, wel heel leerzaam om zo voor jezelf op te krikken qua handpainting. Ja, want daar doen we het natuurlijk allemaal voor. Al deze e-workshops is zodat je, jullie jezelf kunnen verbeteren naar een hoger niveau. En dat is ook wat zo leuk is te zien in Neil Live, de groep. En bij alle inzendingen die jullie insturen. Want je ziet echt iedere keer mensen stappen maken. En dat is gewoon geweldig. Geweldig, applaus voor jullie zelf. Ja, echt super. Demi, jij zit stil, dus je wil iets zeggen. Ja, we zijn uh, klaar met de lijnen. Ik wil nu nog even een stipje in het oog zetten om hem wat meer effect te geven. Daarna kan die eigenlijk anderhalf minuut in de lamp om hem vervolgens af te lakken. Dus ik zet nog. Oh ja, Doreen die vraagt om dat ze een gelak gel wensenlijstje wil maken. Ik heb het opgeschreven, Doreen. Ik zal je morgen, ik weet niet of wij vrienden zijn met elkaar op Facebook, dat weet ik niet Ja, mijn hoofd, maar anders ga ik je morgen een bericht sturen. Zo, dan mag hij heel eventjes anderhalf minuut uitharden. Um, ik doe hem eigenlijk daarna altijd even egaliseren met de base en top. Um, weer even anderhalf minuut in de lamp en dan met de extreem mat aflakken. Um, ik vind het altijd wel leuk, namelijk als een design mat is. Maar je mag ook zeggen: ik laat hem glanzend. Dat is de keuze aan jou. Ja, zeker bij die cartoon designs is dat matten een heel mooi, een, een mooie toevoeging. Want het maakt het een soort, een soort van vlakker of zo. Ik kan het niet goed uitleggen. Het haalt een beetje de diepte eruit. Ja. Een soort van. Ja, klopt ja. Um, ja, eigenlijk inderdaad wat je zegt. Ik kan er niet echt veel meer aan toevoegen. Ik heb namelijk ook soms met glans dat ik denk van nou, dan is het het net niet met een schaduw bijvoorbeeld. Terwijl in het mat is de schaduw dan bijvoorbeeld wat, wat mooier. Dus ja, ik kies eigenlijk altijd wel voor mat. Plus, ik krijg het ook wat mooier op de foto dan glans. Omdat je hebt altijd die lichtbal natuurlijk. En dat haalt weer een beetje detail uit je tipje weg. Dus vandaar ja. dat ik ook altijd voor mat kies. Maar je gaat nu dus egaliseren. Ik wil eigenlijk wel ja. zien hoe je dat doet. Want uiteindelijk moet een nailart pas echt mooi. als het ook vlijmscherp is, die nagel. Ja, als ik nu met het licht ga spelen, dan zie je ook allemaal ja, hobbels en bobbels erin zitten. En dan ga ik met mijn base en top. Ga ik eigenlijk eerst gewoon een soort strijklaagje aanbrengen. Ja. Vervolgens pak ik nog een druppel bij. Ja, en er is al niet heel veel hoogteverschil. Hè? Het is niet alsof het uh... nu lekker ruim. Ja. En nou zweef ik eigenlijk over de nagel, in dit geval de tip heen, zodat hij hem vanzelf eigenlijk al wat strakker trekt. En dan draai ik hem eigenlijk altijd nog om. Want dan uh, loopt het gel mooi naar het midden toe. Dan draai ik hem weer om. Dan controleer ik hem met het licht of die egaal is. En dan doe ik hem in de lamp. Cool. Nou, ik krijg een heel lief compliment van Priscilla. Jij zegt: we leren dan ook wel van de beste. Echt in de afgelopen 2,5 jaar zoveel geleerd via de workshop van Neil Talk Live. Nog altijd dankbaar dat jullie dit doen. Nou, dat is heel lief. Een dankjewel. Dat is inderdaad precies waarom we het doen. Magda zegt, look super cool, Demi. Ja. En Danielle snapt het huiswerk nog niet helemaal. Ze moet dus drie keer een setje van vijf nagels maken en in één set moet een poppetje. En dan moet op de resterende vier dan iets leuks bij het poppetje. Wat moet er dan op die andere twee setjes van vijf? Nou, ik heb voorbeeldjes meegenomen, dus ik zal ze anders eventjes laten zien. Dat is wel handig, ja. Ik heb hier natuurlijk de Pink Panther. Daar zie je van uh, de achtergrondkleur. Die komt op alle drie de tips terug. En dezelfde roze die ik in de Pink Panther heb gebruikt. Heb ik ook zowel voor de pantenprint als voor de swirl gebruikt. Dus deze set is in zijn geheel op de tonsuiton ton manier. En dan ben je er in plaats van drie, vijf? Ja, dan wil ik er vijf. Ik heb er hier vijf. Ook hier heb ik eigenlijk alleen maar paars gebruikt. Verschillende soorten paars. Hierin heb ik één cartoon. In zijn geheel omgetoverd tot een paarse Mickey Mouse. En daarnaast heb ik dezelfde kleuren die ik in de Mickey Mouse heb verwerkt, op de andere tips gedaan. Dus eigenlijk zie je hier één compleet setje. Ja. En het cartoon-element, dat hoef je dus maar één keer te maken. Ja. Of als je heel creatief bent, natuurlijk gewoon drie keer. Ja, klopt. Ik heb ook nog even te Nou, Eén, Doreen andere. zegt, oh wat mooi, Demi. Cornelia zegt, wow, Nanny, Nanny moet zeggen, wow. Danielle zegt, wow, nu snap ik hem. Ingeborg zegt, die paarse is leuk. Ja, Inge, dat weet ik, paarse is altijd leuk. <laughs> Emily zegt, panteprint is mijn lievelingskleur. Super schattig, super tof, maar deze is ook heel cool die we nu krijgen. Ik heb ja, hier nog één ander voorbeeld. Dit, Dit is, is dan... toch gewoon helemaal toppi Ja. Nou, Simba is natuurlijk al een beetje oranjebruin, dus ik heb de overige tips in oranje-bruin eigenlijk teruggebracht. Zo zie je dat ik hier gewoon een marble heb gedaan. Hier een marble met een beetje abstract. En lekker gewoon heel veel stenen, want ik hou van stenen. Ja, echt super. En zo kan je er dus voor kiezen om echt een cartoon te zoeken... die al um, een tons ton, sur ton of uit zichzelf heeft. Dus bijvoorbeeld inderdaad Simba of Pink Panther. Stitch bijvoorbeeld is ook in zijn geheel helemaal blauw. Um, maar je kan ook net als de Mickey Mouse die ik net liet zien... Uh, zelf eigenlijk een beetje creativiteit erin gooien. En um, een hele andere kleur maken dan dat de cartoon officieel is. Ja, leuk. Ik weet niet welke ik, ik het leuk vind. Maar misschien aan het eind kunnen we nog wel even alles bij elkaar doen. en kunnen we even lekker screenshotten. Ja. Ik ben weer bij stem, dus het zou moeten lukken. <laughs> uh, Lisette zegt: Wauw, deze is gaaf. Ingeborg zegt ook mooi. En een lander zegt: Wat een creativiteit en wat mooi geschilderd. Zo gaaf, zegt Cornelia. Wauwie, zegt Cindy. Mandy Stillinger of Kramp zegt: Oh gaaf, prachtige setjes, zegt Elvisa. Geweldig, zegt Eddy. Barbara vindt die paarzen ook helemaal prachtig. Ja, vond die paarzen ook helemaal prachtig. Super gaaf en al die stenen. Ja, leuk hè. Uh, maar er staat in iedere set één cartoon. Ik denk dat het wat verwarrend is met wat er nu gezegd is. Ja, maar we hebben hem ietsjes makkelijker gemaakt. Ik wist niet of dat zou opvallen, maar Demi heeft gewoon ietsjes, ietsjes makkelijker gemaakt van drie cartoons. Als je nog nooit een cartoon hebt getekend, is best een uitdaging hè, Demi. Ja, dat is dan best wel pittig. Vooral in het begin was ik zelf bijvoorbeeld met één cartoon soms wel twee tot drie uur bezig. En het is wel hoe vaker je het doet, hoe sneller je erin wordt. Maar om dan ja, drie sets met drie cartoons te doen, dat is wel veel. Dus je maakt uh, op één set mag je een cartoon in verwerken en de overige twee is gewoon een uh, tons ton nail art. Ja, en, en dan vraagt uh, Adrienne... Adrienne. Die vraagt, ben je bij alle drie de cartoons begonnen met de neus? Ja, altijd. En Jaap zegt, screenshot in de comments. En ja, eigenlijk hadden we dat gewoon moeten screenshotten. Weet je wat, we doen het nog eventjes. Gewoon, <laughs> gewoon omdat het kan. Eerst eventjes, ja, dan moet ik wel even, even iets uitzoomen. Maar dat kan, dat kan ik. Wacht even, wacht één seconde. Niet <laughs> weggaan. Jij doet niet meer mee. Even kijken. Oké. Okay. Is dat mooi zo in beeld? Moet je nog eentje? Ja. Moet ik straks wel weer zo? uitzoomen? Ja, leuk. Zullen we dan samen. Oké. 3, 2, 1. Screenshot! <laughs> nou, niet te lang, maar we hebben hem wel gedaan. Screenshot ja. hè? Ik ga weer even een beetje inzoomen. Laat ze nog maar even liggen, want dan blijft we goed. Okidoki. Ja. Oké, okay, dan heb ik hem ook alvast in het mat tussendoor afgelakt. En dan zie je dat hij weer een heel ander effect heeft dan dat die glanzend is. Ja grappig. Hij kijkt er wel echt zo van. Als je me nou? Know. Ja. <laughs> een beetje Luki de Lim, Als je me nou? Know. Als je me nou? Know. Nou was dit een cartoon, maar het is misschien ook wel leuk om te laten zien hoe ik de pantervlekken heb gedaan bij de pink Panther. Ja leuk. Want uiteindelijk, ook zoals Kimberly volgens mij al zei, panter is de leukste kleur van alles. <laughs> Vind ik zelf ook. Ik ben ook dol op panterprint. En ja, je kan hem gewoon in het bruin nieuw maken, maar we kunnen hem ook lekker in het roze maken. Ja, leuk. En Nee zegt, ze zijn echt prachtig met een roosje. Uh, iedereen vond het leuk. Niet te lang en niet te hoog zegt Jaap over <laughs> de screenshot. En even kijken. Uh, fijn dat jij het weer doet, want laatst was niks hoor. Screenshot. Hé, Gail? Ja, was toch leuk? Uh, we gaan panter. Pantervlekjes. En het lastige weet ik van pantervlekjes is dat je ze eigenlijk altijd perfect wil doen, en dan worden ze niet mooi. Ja, nee. Ik heb dat ook altijd met pantenvlekken. Toen ik het tipje begon te maken, toen wilde ik het ook net perfect doen. Toen was ik klaar en toen dacht ik... nee, ik ga het opnieuw doen, want het is niet, niet oké. Okay. Het is niet echt zomaar random een vlekje. Het was echt heel erg gepositioneerd. Dus je moet hem um, gewoon lekker random hier en daar een vlekje zetten. En dan uh, heb je eigenlijk een hele leuke pantenprint. Ja, nou, ik heb er zin in. Oké, okay, ik heb alvast wel de tip gelakt met de ondergrond... Um, eigenlijk dus dezelfde ondergrond als we die bij Pink Panther hebben gedaan. En dat was de Addicted to Me. De 385 was dat. Nu ga ik de vlekjes maken met um, de roze huidskleur van de Pink Panther. En dat was de 381. You are hot. Dus daar gaan we eerst de vlekken mee maken. Dat doe ik met de Jessica's Choice. Pak gewoon een druppel op. En ik leg hem ook gewoon eigenlijk heel slordig. En ook niet te klein, hè? Want nee, als je mag hele kleine groot. vlekjes gaat doen, dan ben je ook tot in de treurigheid bezig. Ja, mag gewoon lekker groot. Want er komt nog omleiding omheen. Dus dan maakt het vlekje ook alweer wat kleiner. Je mag wel hier en daar een klein vlekje doen. Bijvoorbeeld hier zou ik dan zeggen van nou, iets kleiner vlekje. Voor de afwisseling. Oh, Priscilla verbetert ons. Zegt, iedereen zegt panter, terwijl de panter geen vlekken heeft. Het, moet eigenlijk, het zijn eigenlijk cheetah vlekken. Dat klopt, ja. Eigenlijk wel. Ja. En Kimberly zegt uh, tegen Jessica dat ze gewoon Patty Brad gaat maken op een nagel. <laughs> Ook leuk. Zo. Dit zijn eigenlijk de vlekken waarvan ik denk, nou... Dit is wel gewoon lekker random. Hier en daar een vlekje. Ja, leuk. Dit doe ik weer even uitharden. 30 seconden. Um, en daarna ga ik nog de omleiding maken. Dat doe ik dan weer met de donkere roze, de Wildcat. Waar we ook de omleiding hebben gedaan uh, van de Pink Panther. Zodat we echt weer dat uh, kleurverschil erin gaan krijgen. Ja, en die Wildcat is echt een prachtige kleur. Ook als je hem gewoon full cover draagt. Hè? Full cover is dat gewoon echt een van de mooiste. Diep roze tinten. Die, die was echt super populair. Ik weet zeker dat die kleur ook bij jouw klanten super populair zal zijn. Heel, heel mooi. Dus je kunt je gel polish voor nail art gebruiken, voor designs, voor inlay, op teennagels. The world is your oyster. Maar we gaan nu kijken naar die omlijning Want daar gaat het dus bij mij meestal fout. Die vlekjes lukken nog wel. Maar dan. Ja, de omlijning doe ik ook eigenlijk met Jessica's Choice penseel. Ik ga niet het hele vlekje omlijnen. Ik zet eigenlijk gewoon hier en daar een soort slingerstreep. Af en toe verbind ik ze met elkaar. Maar dan vind ik nu, als ik eigenlijk kijk, dat het hier te hoekig is. Dus dan ja. maak ik hem iets ronder. Zo. En dan zetten we hier nog een lijntje. Dan hebben we eigenlijk al één vlekje. Ja. En zo doe ik dat een beetje speels ook bij de rest. En dit is natuurlijk ook het geheim tot het kunnen aanbieden van dit soort gel-polish nail art in je salon. Je hoofddesign, daar gaat wat meer tijd in zitten. Maar het com complimenterende design daaromheen, dat moet eigenlijk gewoon simpel, lekker makkelijk en snel zijn. Dus dat compenseert dan een beetje de tijd. Vind ik, ik vind wel. het echt heel leuk hoor. Het allereerste nailart art die ik ooit op mijn nagels heb gedragen was een zebraprint. Ja, op mijn roze parlemuur nagelak. Ja, ik was wild. Kind, ik was wild. Ik dacht: Roar like the lioness you are. Ja, zebra. En uh, sindsdien kan ik het niet meer wegdenken. Maar dit is wel heel erg leuk. En helemaal van nu. Ja, panteprint kan altijd. En de roze tint, welke was dat ook alweer? Je hebt nu de Wildcat en die andere was de? Um, de de Your you Hot. Are hot. Ja, ja, ik hoor het ook ja. al van de regie in mijn oor. Oké, okay, nou heb ik eigenlijk ook de lijnen gezet. Oeh, het is al gedaan. Ja, we zijn al klaar. Nou, haha. Dus dan mag hij weer anderhalve minuut in de lamp. Ja, anderhalf minuut is best wel een tijdje. Dus wij gaan dan eventjes natuurlijk naar het huiswerk toe. Omdat het best wel gecompliceerd klonk is en een beetje verwarrend, gaan we het gewoon nog een keertje doen. Maak drie nail art setjes. Dat betekent drie keer vijf nagels. En in die setjes van drie keer vijf nagels is het de bedoeling dat je tonne zuurtoon neelart ma maakt. Dus kleur naast kleur. Dus kleuren die dicht bij elkaar liggen. En op één van deze setjes moet je een cartoon maken. Als je wilt, mag je in alle drie de setjes maar een cartoon maken, maar in ieder geval op één setje een cartoon. En die cartoon is natuurlijk dan ook weer ton-sur-ton. Ton. Dus als je die screenshot hebt van zojuist, nou, pak hem erbij zodat je goed weet wat we bedoelen. Je hebt daar twee weken de tijd voor. Dat wil zeggen tot 30 januari. En dan stuur je je huiswerk in naar het album wat heet Gel Polish Art of via het album Gel Polish Art. Gebruik die link. Zijn er verbeterpunten? Neem dan zeker of dan neemt Jessica contact met je op. Ik gooi de dingen door elkaar heen. Zijn er verbeterpunten, neemt Jessica contact met je op en krijg je een herkansing. En vergeet ook niet een paar step-by-step -step foto's van je huiswerk in te sturen. Doe je dat, krijg je natuurlijk je e-certificaat, het certificaat van deze e-workshop. Maar je maakt ook kans op een hele mooie prijs. En dit keer is de prijs: bestaat die uit een aantal van de kleuren die hier vanavond zijn gebruikt. Te weten, Wildcat, Mace Choice 2022 en Addicted to Me die roze tint, samen met een Jessica's Choice penseel, omdat je eigenlijk altijd natuurlijk een lekker penseel bij de hand wil hebben. Nou, um, ik ga even kijken waar ik dan ben nu. Ja, ik ben hier, ik ben hier. Uh, volgende week is het hier de beurt aan Linda. Linda gaat samen met mij Colorful inleennagels maken. Gaat ook werken met gel polish, maar dan in inleennagels. En Colorful, het woord zegt het al, heel kleurrijk, heel vrolijk, typisch Linda. En dan zijn we alweer bijna het eind van deze maand. Ja, de maand vliegt om, het is gewoon ongelooflijk. Maar deze maand wordt afgesloten met een dus mega interessante e-workshop gegeven door Cheryl over het behandelen van nagelbijtnagels. Dus nagelbijters. Hoe kun je dat behandelen? Op welke manieren kun je toepassen? Hoe kun je daarin bepalen wat het handigst is? Cheryl neemt ons helemaal mee in deze zeer technische, ja, bijna masterclass. Ja, het is toch echt een masterclass waar je normaal gesproken helemaal voor naar een les moet gaan. Dat kun je hier gewoon meekijken in de e-workshop. Zodat je ook dat deel van jouw salon omhoog kan krikken, die technieken kunt gebruik gebruiken en toe kunt passen. Dan heb ik nog een speciale voor jullie. Want op 29 januari geeft Jessica, omdat het de Gel Polish maand is, een speciale nail art workshop met Gel Polish in Soesterberg. En daar krijg je ook 30% korting op, omdat de Gel Polish deze maand het product van de maand is. Dus zondag 29 januari in Soesterberg. De Queen of Nail Art. Jessica neemt je ook mee in alle mogelijkheden met gel polish. En er zijn al best wat inschrijvingen. Er zijn nog een paar plekjes. En Misschien dat we zelfs gaan vragen of iemand er helpt. En misschien dat ik ook even zelf kom kijken. Want het is gewoon superleuk. En je weet het Als je bij Magnetic in het weekend komt, dan word, de, word je in de lunch meegenomen naar de Zevende Hemel. In ieder geval, we hebben natuurlijk ook nog de gel polishes in het algemeen in de aanbieding deze maand. Niet alleen bij ons, ook in Weert en Kaasheusveld. En natuurlijk onze distributeurs in heel Nederland en in België. Daar kun je terecht voor de gel polishes met 30% korting. Vul je voorraad aan. Stap eventueel over van een ander merk. Ga gewoon eens ontdekken wat het enorme kleurpalet is van Magnetic Nail Design. En ik weet zeker dat jouw klanten totaal in love zullen zijn met de kleuren die je hebt gekozen. Voordat we teruggaan naar onze enige echte eigen Demi gaan we eerst even genieten van een commercial die Gil vorig jaar heeft gemaakt met de Fashionista kleuren, ook weer zo'n collectie die nu in de aanbieding is. De fashionista-collectie met de creditcard blues, shop till you drop en zo nog veel meer hele mooie kleuren en hele leuke namen natuurlijk. Je moet dan ook tegen je klant zeggen natuurlijk, hè, Heb jij vandaag meer zin in addicted to me or you are hot? In welke bui ben je? Dat heb ik geleerd van Sylvana, want dan appelleer je niet alleen aan de kleurwensen, maar ook aan de mood. Vibing met je klant. Daar ben ik misschien een beetje oud voor om dat zo te zeggen, maar daar komt het wel op neer. Ik had nog een vraag van Doreen. Klopt het dat als je die streepjes rondom die vlekken maakt, dat je in de, de, iets in een punt laat lopen en dan ietsjes afrondt? Um, ja, ik laat het meestal inderdaad aan de buitenkant in de punt lopen en dan in de binnenkant van het vlekje doe ik hem altijd wat afronden. Ja. Oké, okay. nou dat is goed opgevallen, Doreen. Ja, ik denk dat hij wel klaar is. hè? Ik heb hem ondertussen leuk. ook even in het mat afgelakt. Dus dan is hij zo. Heel leuk. Ik was even naar mijn comments aan het kijken. Echt, ja, ik vind het superleuk. Ik zie het helemaal gebeuren. <laughs> ja. En dan in combinatie met dezelfde uh, achtergrond, dan is het heel leuk heb je meteen een setje. Ja, en een soort thematiek die meteen ook logisch doorloopt, waardoor het dan helemaal een, een soort geïnspireerde creativiteit is. Uh, Jaap, die komt ook in de comments. Ja, ik, we leren altijd allemaal van Jaap, ik ook, maar ook kijkers. Er zijn meerdere vormen van panter, van wit tot zwart, maar in de meeste zijn gevlekt. Ze komen in Indonesië en in Afrika voor. Een cheetah of jachtluipaard is ook een katachtige, maar geen panter en die is inderdaad ook gevlekt. Nou, Priscilla zegt: dat Heb ik ook weer wat geleerd? Super, dankjewel voor de informatie. Dankjewel, Jaap. Toch super handig als iemand alles weet. Ja, dat is echt zo. Heel erg leuk, zegt Veronique tegen jou, Demi. Good vibe, zegt Kimberly. En Soraya zegt: Cute. Jaap zegt: Kun je allemaal op Wikipedia vinden met foto's en al. Ja, love Wikipedia. Love it, love it. Um, nou, je zit weer lekker. Je zit gewoon weer lekker helemaal strak klaar. Ja, ze we nog een designtje doen? Dat is wel leuk. Ik heb namelijk ook nog bij de Mickey Mouse. Uh, heb ik natuurlijk met het paars gewerkt. Met de nieuwe popsicle. Dus misschien is het wel leuk om daar ook een design van te laten zien. Ja, dat is de nieuwe kleur popsicle. die we vorige week hebben gelanceerd. Met een matchende glitter. Uh, ja, een, een super mooie, een hele rijke, voluptueuze. paars. We gaan kijken. <laughs> dat was echt een apotheose. Zo van nu komt het en ja. We gaan een marble design maken met het paarse. Ik heb hem alvast uh, twee keer op de kolp opgelakt. Dus dan is de dekking zo. Mooi. Heel mooi. Ik ga op mijn palet aan jullie laten zien hoe ik mijn marble eigenlijk altijd voorbereid. Ik pak dus de popsicle. Zal ik jou vertellen dat toen ik de eerste keer een gemarbelde gel polish nagel zag, dat ik werkelijk waar niet begreep. Echt niet begreep. Hoe dat in hemelsnaam werd gedaan. Toen heb ik zelfs gewoon een, een van onze Oekraïense trainers gevraagd me dat uit te leggen. Want ik snapte er helemaal niets van. Dan gaan we weer terug naar jou. Want jij kan het perfect laten zien. <laughs> ik maak eigenlijk altijd banen. En we gaan een beetje met verschillende kleuren paars werken. Weer dat tonsur Ja, dus deze paars, dat is de 318. En hij heet Blueberry Swirl. En dan ga ik er nog een lijntje met wit naast leggen. Die dan automatisch, natuurlijk, een beetje lila wordt. Ja. Zo heb je ook meteen het effect van donker naar licht. In je lijnen zitten. Dan pak ik mijn spatel. En ik spatel hem eigenlijk door elkaar heen. Dus we gaan er echt uh, een zwultje van maken. Gezellig. Wat ik dan doe, ik pak met mijn uh, ombre penseel pak ik eigenlijk gewoon een beetje op. Dan ga ik even terug naar mijn tip. En dan ga ik hem heel speels van boven een beetje naar beneden laten lopen. Ik zorg ook dat mijn penseel iets omhoog staat, zodat de gelpolies echt ervan afglijdt. Misschien kunnen we dat vanaf de sideshot zien, of kunnen we dat beeld niet? Ja, dan zie je ook echt dat hij er zo vanaf vloeit. Ja. Zo, en zo maak ik eigenlijk verschillende lijnen. Dus ik pak weer een beetje op. Beetje aan de onderkant. Best wel wat, maar je trekt het ook echt wel mee, hè? Ja. En ik verdeel het zometeen ook nog een heel klein beetje uit. Moet je dan opletten bij de cuticle dat je net niet daar dan de cuticle in gaat lopen? Ja, als je het echt op een vinger, op een, op een echte nagel gaat doen, dan uh, moet je niet wat ik nu op de kollepop doe eigenlijk meteen daar neerleggen. Je legt hem er iets... Van af. En vervolgens ga je met een dun penseeltje ga je hem eigenlijk glijden naar daar. Want anders heb je echt een te dikke massa daar liggen. Oké. Okay. Nou Doreen, jij vraagt wat is eigenlijk het tonsurton? En uh, wat is de bedoeling daarvan? Waarschijnlijk verkeerd geschreven, dat maakt helemaal niet uit. Tonsurtons is wat je hier ziet. Dus je hebt een donkerdere paars, een medium paars en een licht of in dit geval wit. Dus bij elkaar passende kleuren die naast elkaar in het kleurenwiel liggen. Dus roze, iets donkerder roze, dieper roze en, en, en heel donker roze. Tinten die naast elkaar liggen. Dat betekent het eigenlijk. En dat is hoe je deze neelart moet toepassen in combinatie met een cartoon. En dan krijg je dus dit. Dus je hebt wel nail art, maar het is niet zo heftig als je, als je dit bijvoorbeeld zou doen met groen nu. Het is wat ingetogener, wat 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 bedeester, wat ja, heel leuk. Ja, ik vind altijd wel met de marble moet je hem echt heel goed uitharden, dus echt wel anderhalve minuut. Um, omdat je best wel veel ja, hoop gelpolies pakt. Ik heb hem net wel een beetje uitverdeeld, Zodat je uh, niet echt de bobbels hebt. Maar alsnog, het is heel veel gelpolies bij elkaar. Dus goed anderhalf minuut in de lamp. Misschien zelfs 2,5 minuut. Jannie zegt geweldig, die kleuren samen. En Jaap zegt dat hij van die kleur houdt. En dan die naam popsicle. Ja, het is toch super grappig. En Cindy zegt super, super toffe techniek. Ja, je kunt met die uh, techniek Zoveel je kunt op de nagel, in een inleennagel, eigenlijk de, de, ja, de mogelijkheden zijn vrijwel onbeperkt. Zelfs in kleurcombinaties, want ook als je twee kleuren hebt die eigenlijk helemaal niet lekker met elkaar matchen, kan het juist in een marbel heel grappig zijn. Maar dat is dus niet de opdracht dit keer. Dit keer is het kleur op kleur of ton sur ton. Oké, okay, we gaan nu nog een glitterlijn zetten, want ja, ik hou van glitter, en dat doen we dan met de popsicle glitter. Ja, en dat is dus die matchende kleur. Ja. Dit doe ik dan met Pepijn's choice, omdat dat een langharen is. ik mag ook een keertje is. langskomen. Altijd ja. leuk. <laughs> ik zet eigenlijk de lijn precies op die lijnrand van die marble. mag ook een wat bredere lijn zijn. Ja, heel leuk. En het leuke van die popsicle glitter bij die popsicle kleur... is dat die gewoon prachtig matchen met elkaar. Dus je hebt dan ook weer dat ton ton wat wordt benadrukt maar dan in een andere structuur. Zo. En dan mag dit weer eventjes in de lamp. Ik ga dit design dan ook uh, mat aflakken. Um, en vervolgens de glitterlijn weer glanzend maken. Dan krijg je ook een beetje het hoogteverschil. Uh, je kan het ook gewoon in zijn heel glanzend aflakken, maar dan moet je wel echt goed levelen. Omdat uh, de marble ligt natuurlijk wat hoger dan de uh, gelpolies lager onder. Dus dat betekent goed levelen, eerst met base en top en dan nog extra aflakken. Doreen, jij stelt de vraag, andere side question. Wanneer is de scrub weer op voorraad? Die verwacht ik ergens in februari. Zodra het er is, zal ik het even in de groep zetten voor jou. Het is ton sur ton, komt uit het Frans, betekent kleur op kleur. Dus kleuren die elkaar in qua tint opvolgen, voegt ja toe. Inderdaad, je kunt ook natuurlijk ton sur ton mengen. Dat was een tijdje geleden, zag, ik, zag je dat ook wel. Dan namen mensen steeds met een druppeltje wit het steeds lichter of met een druppeltje roze, steeds donkerder in bepaalde patronen. Dat is natuurlijk ook een mogelijkheid. Het is, kost allemaal wat meer tijd, maar dat kan wel. En uh, dat verhogen van dat glitterlijntje, waarmee ga je dat doen? Uh, nadat ik hem heb uh, afgelakt met de extreem mat. Dat ga ik nu even doen. Oké, okay, eerst extreem mat en dan ga je dat met Supreme Finish doen? Uh, ja, kan met Supreme Finish, kan ook met de True Color. Um, in ieder geval een al die glanst. Oké. Okay. Ja, er zijn ook zoveel mogelijkheden, hè? Ja, Dan doe ik even 30 seconden. En nu hoef je niet zoveel te doen, dus dan kun je ook wat korter uithalen. Harder, want ja ja we zijn natuurlijk al uh, we hoeven niet te levelen zoals je net vertelde ik ga het gewoon herhalen ja ik <laughs> kan natuurlijk ook gewoon kijken naar jou nou, we wachten heel eventjes tot die klaar is ik vind met de extreem mat altijd wel mooier om hem even met prep en wipe nog um, af te nemen voor het extra matte effect zo Weer met de Pepijn's Choice. En toch vind je zo'n matte glitter ook leuk. Is het ook. Als je een echt een hele hoge lijn wilt, dan kan je ook eerst um, met een, uh, een builder base uit de pot bijvoorbeeld de lijn nog hoger zetten. En daarna met de glanzende topgel erover. Maar dan wil je wel echt een hoge lijn maken. Teuntje vraagt of je dan voor het levelen juist wat meer bezentop dan normaal gebruikt. Ja, klopt. Je doet hem eigenlijk eerst een um, ja, soort van een strijklaagje maken. En daarin doe ik dan altijd een extra druppeltje leggen. En die doe ik dan op een zwevende manier nog aanbrengen. Ja, leuk. Dan is het toch weer een heel ander effect. Ja, superleuk. En deze gaat dan weer in de lamp. Leuk, hè? Word je er ook weer helemaal gelukkig van? Kimberly zegt: echt leuk om weer een keertje aan te sluiten. Normaal haak ik af, ben ik moe, zit nu met spanning te kijken. Nou, gezellig, leuk dat je meekijkt. Ik vind het ook weer heerlijk om hier te zijn. En uh, even kijken. Ja, voor de rest ben ik qua comments wel redelijk bij. Ja, ja. oké, okay, mooi. We wachten even tot hij is uitgehard en dan uh, kunnen we hem laten zien. 30 seconden duurt lang als je aan het wachten bent. Hè? Ja. <laughs> Gaan we weer. En, je zit klaar. Ja, hij is uitgehard Snap dus dan hebben we hem zo. Leuk. En in het setje heb ik hem dan dus zo. Ja, als je nog geen screenshot hebt, is dit je moment. 3, 2, 1, screenshot. Lekker laag. Ja. Ja, cool. Nou, dan nou weet ik dat je er nog eentje achter de hand hebt. En we waren een beetje in met elkaar in discussie. Ga je die nog doen? Ja of nee? Het is kwart over negen. Ik heb er wel zin in. Ik vind het wel leuk. Dus laten we dat maar gewoon doen. Maar eerst ga ik jullie de winnaars bekendmaken van Mirjam Zwart. De challenge van twee weken geleden. En wat was die challenge? Easy refill was het thema. Maak foto's van je nabehandeling in de salon. Eén foto voor, één tussen en één na foto. En ik heb hier. De winnaars en ik ga even checken of ik op de juiste volgorde sta. Ja, 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 ja. Ja, dan kan ik jullie de feedback geven van Mirjam natuurlijk. Over de eerste winnares zegt Mirjam. We hebben vier winnaressen. Hè. Ze is een winnares omdat ze een supermooi babyboom gemaakt heeft, heel mooi smooth, mooie kleurcombi en overloop in de veding. Prachtige hoogglansnagels en heel mooi op de foto. En dat is de inzending van. Priscilla Meijer, van harte gefeliciteerd. Ja, super mooi. Mooie foto. Van harte gefeliciteerd, Priscilla, met jouw inzending. De volgende winnares, en Mirjam zegt al in de comments kon gewoon niet kiezen. Bedankt allemaal. Ja, heel erg bedankt voor het meedoen. Dat is natuurlijk superleuk als je een workshop geeft dat er zoveel wordt meegedaan. Over de volgende inzending zegt Mirjam. Hele mooie kolleboom. Ook weer een mooie overloop in de veding. Dit blijft toch het lastigste. En leuk die extra glitters bij de cuticle. En dit is ook weer supergoed uitgevoerd door een goede kleurkeuze. Nou, van harte gefeliciteerd, Roeline Pater van Olst. Van harte gefeliciteerd met jouw collarboom. Supergoed gedaan, supermooi. Echt van harte gefeliciteerd. De volgende, daarvan zegt Mirjam. Mooie overloop en een hele mooie balans tussen wit en nagelbedkleur. Van beide niet te veel en niet te weinig. En dat zegt Mirjam over deze inzending van Mariska Smulder. Super goed gedaan, van harte gefeliciteerd Mariska. Super mooi. Leuk ook met die veer, maar ja ik hou van, ik hou van props en accessoires. Super goed gedaan. En dan komen we aan de vierde prijswinnares toe. En daarover zegt Mirjam. Eerste keer babyboom met build gel Nou, nou, de eerste keer. Goede voor- en nafoto. Wat een verschil. En ook hier weer een mooie balans in kleur en in veding. Dit blijft toch lastig, maar heb ik veel sets, hele mooie vedingen gezien. En dat wordt gezegd over de inzending van Linda Schaafsma. De allereerste keer babyboom met beeldergel. Super goed gedaan. Dat is best een prestatie, want het is best lastig met gel. Ik heb het ook een keertje moeten doen. Van harte gefeliciteerd. En waarmee feliciteer ik jullie met deze mooie prijs? Maar het is de Supreme Finish, de twee nieuwe Popsicle kleuren, dus Popsicle en Popsicle Glitter. En het Blushes penseel, waarmee je heel mooi kunt detaileren of detailing. Deze, wordt deze prijzen worden deze week naar jullie verstuurd. Heel veel plezier ermee, nogmaals hartelijk dank voor het meedoen. Voor het insturen van al jullie mooie inzendingen. dat geldt natuurlijk voor jullie allemaal. En uh, heel erg bedankt Mirjam. De volgende keer zal ik proberen, daar als je er bent... dat ik er toch ook echt zelf ben. Hoor. Ik vond het echt heel jammer dat ik Verstek moest laten gaan. Echt, was echt heel jammer. Maar goed, volgende keer ben ik er en dan gaan we samen rocken. Super goed gedaan, iedereen. Mirjam, bedankt. Cool. prijs komt naar jullie toe. Demi zit alweer heerlijk rechtop naar de camera te kijken. Ja, ik had inderdaad nog een extra nail artje voor jullie klaar. We gaan nog uh, een swirl maken. Dan gaan we eigenlijk een beetje weer terug naar die Pink Panther set... Uh, want we gaan weer naar de rondstinten toe. Dus ik heb weer diezelfde ondergrond gepakt. En nou wil ik eigenlijk mijn swirl in drie kleuren maken. Dus we gaan hem van donker naar licht werken. Dus ik begin als eerste met de Wildcat. En swirls maak ik ook met de Pepijn's Choice vanwege de lange haren. Je kan ervoor kiezen om uh, uh, de swirl één bochtje bijvoorbeeld te geven. Je kan ook zeggen: nou, ik geef hem heel veel bochten. Gaan maar wat beetje... je eerste swirl doet, volgt de andere swirl. Ja, precies. Dus okay. deze bepaalt echt waar je naartoe gaat, hoeveel bochten je zet en hoe dik je lijn ook wordt. Ik heb nu eigenlijk gewoon de lijn gezet zoals ik hem wil zetten, en nu ga ik hem gewoon wat uh, gedetailleerder en wat meer uh, gelijk in dikte maken. Nou, ik krijg een hele leuk comment van Lakje Nagel. Oh my god, deze had ik niet verwacht. Ik ben Linda. Ik heb nog nooit een babyboom gedaan, had niet verwacht dat het zou lukken, maar houden van een uitdaging. Dus ik dacht, ik doe een poging, nooit durven dromen dat ik zou winnen. Nou, van harte gefeliciteerd. En ook Mariska zegt, jee, ik heb gewoon gewonnen. Echt superleuk. Nou, gefeliciteerd nogmaals. We gaan snel naar het scroll kijken. Oké, okay, ik heb hem bijna overal gelijk. Oké, okay. ik heb ze gelijk in dikte de lijnen. Dus dan doe ik hem heel eventjes weer 10 seconden uitharden. Omdat um, uh, de volgende kleur komt er ook weer tegenaan komt te liggen. Dat is dan weer een iets lichtere kleur, roze. Uh, en zo gaan we ook daarin een beetje de overloop maken. Dus ondertussen doe ik even mijn perceel schoonmaken in de base en top. Doreen zegt, swirls blijven zo lastig gelijkmatig te krijgen. Het lijkt simpel, maar het is echt een kunst. En een test van een stabiele hand, ja, dat is echt zo. Want die lijnen moeten natuurlijk heel mooi... Het is echt een, een kwestie van je penseel... gaandeweg meer contact laten maken met het nageloppervlak. En dat is inderdaad wel een beetje, uh, ja, oefening. Oké, okay, we gaan weer door. Ik zet hem weer vanaf hetzelfde punt... En ik volg de eerste lijn die ik heb gezet. Ik hoef nog niet per se de juiste dikte te maken. Ik zorg gewoon eerst dat die lijn staat. Ik laat mijn penseel even opnieuw. En nou breng ik hem in de juiste dikte aan. En dan mag deze ook weer even, tien seconden erin. Ja, het lijkt echt een beetje op een plaatje als je er zo naar kijkt. Het is echt het is mooi. Simpel, maar mooi, hè, Demi? Ja, zeker. En ook weer heel speels, omdat je weer met verschillende kleurrols werkt. En Ellen Landa zegt, je moet dus wat minder whisky. Maar Linda Kasberg zegt, of juist meer. Ja, dat ligt aan het moment van de dag, denk ik. En Kimberly zegt ook weer super tof. Ja, ik vind het ook echt leuk. En even kijken, Rouline zegt: Oh wauw, wat superleuk dat ik heb gewonnen. Dank jullie wel. Nou, van harte gegund natuurlijk, alle vier de winnaressen. Super gefeliciteerd. Maar iedereen die meedoet met de Neil Talk Live E-Workshop, maakt kans om een mooie prijs te winnen. En die prijzen zijn iedere keer echt super tof. Oké, okay. we gaan nu even door met een lichte roze kleur, en we volgen weer diezelfde lijn. Eerst gewoon de lijnen mooi tegenaan zetten. En als die staat, dan gaan we hem wat dikker of breder maken. En zo zie je dat die lange lijnen juist heel makkelijk gaan met Pepijn's Choice. En zo heeft ieder penseel echt zijn eigen uh, ja, voordelen. Hoewel er ook mensen zijn die de penselen soms op hele andere manieren gebruiken. Dus het is nooit alleen maar voor lange lijnen. Sommige mensen kunnen hier heel gedetailleerd en minuscuul mee schilderen. Het is echt een kwestie van wat je prettig vindt. Leuk, heel vrolijk word je er ook van. Hè? Een soort van psychedelic, een soort psychedelic nail art. Ik krijg een soort ook Scooby-Doo vibe. Ik weet niet helemaal waarom. Ja, misschien komt dat, dat weet ik eigenlijk niet waar het door komt. Ja, door dat busje en zit ook zo'n regenboog op en dat is dan ook met dit soort lijnen. Ja. Het is maar waar je je associaties mee hebt. Hè? Associaties zeggen veel over mensen. Teuntje zegt, bij de swirls is het dus niet de bedoeling dat ze van dik naar dun gaan. Of kan dat ook? Dat is een smaak kwestie, hè? Kan ook wel eigenlijk, is ook wel leuk. Uh, misschien kan je dan zelf spelen dat je de eerste lijn van dik naar dun... en de tweede lijn daartegen, van dun naar dik... dan weer de derde lijn ook weer van dik naar dun... zodat je daar ook weer wat verschil in krijgt. Is ook misschien leuk. Ja, leuk. Louelle schakelt ook zojuist nog even in. Erg laat, maar ik kan nog een stukje meekijken. Ja, zeker Louelle, dankjewel. Leuk dat je er bent. En Gemma zegt: uiteindelijk wint iedereen met een prachtig e-certificaat en de feedback. Ja, dat is natuurlijk ook waar. Dankjewel, Gemma. Oké, okay, ik ga nog één laatste kleur zetten, en dat is wit. Om dan toch nog heel licht af te sluiten. En je moet natuurlijk in de verleiding weer staan, of de verleiding weer staan, dat je tot in de oneindige doorgaat. Er was een tijdje dat je dit zag, ook dat ze van de ene hoek van de cuticle naar de andere hoek van de vrije rand gewoon die hele nagel in lijnen op aan het bouwen waren. En dan gingen ze dat tussendoor ook nog steeds mengen met elkaar. Ja, prachtig, maar Jemig, de penig. dat is wel tijdsrovend. Ja, dat is wel heftig, <laughs> maar wel cool. Dat zeker. Oké, okay, mijn lijn op de juiste breedte zetten. En dan ga ik hem nu eigenlijk gewoon de volledige anderhalve minuut uitharden geven. Die ondergrond hè, die je had gebruikt, dat is natuurlijk die roze tint, maar had je die dan extreem mat afgelakt? Uh, nee, ik heb eigenlijk gewoon op de plaklaag de swirls gezet. Oké, okay, want je ziet dus, uh, toch wel een glansverschil ook. Een soort, een soort glansverschil van de gelpolish lijnen versus de onder achtergrond. En dat spreekt mij wel aan, maar goed. Is, het is alles weer aan het glans. Ja, misschien omdat de lijnen iets hoger liggen. Als we hem uh, hebben uitgehard, dan kunnen we hem aflakken met de extreem mat um, of je lakt hem af in een glanzende topgel. Um, wat ik misschien wil proberen is dat we hem even aflakken in mat. En dat we de witte lijn nog even aanzetten met witte. Uh, dus de witte Chirisa Sweetie. Zodat die lijn wel glanzend is. Misschien en dat ga je gewoon hier ter plekke bedenken en, en doen. Proberen. Ja. Oh, ja. leuk. Gewoon even proberen. Leuk. Ja. Nou, daar word ik altijd wel gelukkig van. Dan ontdek je vaak de leukste dingen. Door gewoon te denken, nou, weet je wat, ik doe het gewoon eventjes. Dat is ook wat jullie thuis moeten doen. Hè? Ik krijg heel vaak de vraag, mag ik ook dit gebruiken? Mag ik ook dat gebruiken? Kun je ook dit of kun je ook dat? Heel vaak zit... De, de, de opvallendste twist in iets wat we niet van tevoren hebben verwacht. De speler mee. Ik ben hem even aan het aflakken nu. Zo, dan mag hij weer eventjes terug in de lamp. Um, en ook als deze klaar is met de extreem mat, vind ik het even fijn om er met prep en wipe over te gaan om er wat extra mat te maken. Ja, zo kun je natuurlijk ook tussentijds, als jouw klanten bijvoorbeeld heel veel uh, body lotion gebruiken. of bijvoorbeeld op vakantie gaan met zonnebrandcreme. Uh, dan kan het zijn dat extreem mat in de loop der tijd iets minder extreem mat wordt. en wat meer een zijdeglans krijgt. Maak je ze dan eventjes schoon met wat uh, 70% alcohol. of prep en wipe, dan herstelt dat die hele extreem matte glans. of dus eigenlijk dofheid, die extreem matte afwerking. Uh, want die bovenslaag kan zichzelf een beetje verzadigen met vetten van oliën en bodylotion's bijvoorbeeld. Ik zie dat je weer klaar zit. Ja, hij is klaar, dus ik ga hem even met prep en wipe afnemen. Dan is hij zo in het mat. Leuk. Heel leuk. Maar ik wil dus een beetje het glanzende op het wit terug laten komen. Dus dan pak ik de Sherissa Sweeties, de witte in dit geval. Ga ik weer met de Choice. Eigenlijk gewoon de witte lijn nog een keer zetten. Nou, Luelle zegt: Love swirls. Ja, Luelle, dat weet ik. Dit is ook wel echt iets voor jou. <laughs> Probeer ook echt alleen die witte lijn te volgen, dus niet eroverheen te gaan, want dan wordt je roze lijn natuurlijk ook weer dunner. Mm -hmm. Dat willen we niet. Zo, dan hebben we hem eigenlijk klaar, alleen nog even uitharden. Grappig. Ik denk dat we hem straks ook even vanaf Sideshop moeten zien. Ja, ik doe hem eventjes in de lamp. Um, en als die klaar is, dan hoeven we er geen top meer op te doen, omdat Charissa Sweeties uh, is een no-wipe color gel. Um, dus dat betekent dat er geen top gel op hoeft. Ideaal. Ja, dat is dan weer lekker mooi meegenomen. En uh, ja, nou, uh, valt wit dan ook onder ton als je pastelkleur gebruikt in je tinten en zwart bij donkere kleuren? Ja, dat kan. Je kunt zelfs een, het is zelfs ton als je van wit helemaal naar zwart gaat en alle tussenliggende grijstinten hebt. 50%. Hundred shades of grey. Toch? Ja, dat klopt wel. Voor zwart en wit maak ik dan wel een uitzondering. Want die heb ik ook gewoon in mijn pink pente gebruikt. Dat heb je gewoon nodig. Zwart en wit zijn ook een beetje de basiskleuren in dat opzicht. Om uh, hem soms wat gedetailleerder te maken. Ik denk dat hij wel klaar is. Okidoki. Dan is hij zo in het glanzend met een witte glanslijn. Oh ja, nu zie je dit goed. Ja. Kijk wat leuk. Ja, leuk. Dat is toch weer een ander effect ook. Ja. Heel bescheiden, maar wel echt een, een leuke toevoeging. Ja. Grappig. Zo zie je hoe je gewoon dingen probeert en dan kun je tot hele leuke inzichten en ontdekkingen komen. Nou, Dami, het was behoorlijk wat wat je voor ons in pet had vanavond. Ja, ik had weer even leuke nail arts, leuke cartoon uh, voor jullie te laten zien. Dus ik ben eigenlijk ook heel benieuwd wat jullie ervan gaan maken. Dus uh, ja, ik ben benieuwd. Kimberly zegt: Ik vond het helemaal leuk. Deli, bedankt voor al je info en mooie designs. Cindy zegt: Hartstikke leuk. Lian moet afhaken. Maar enorm bedankt voor deze e-workshop. Nou, wij haken ook af. Kelsey zegt. Ja, love it. En Kimberly zegt tegen mij, Pepijn, bedankt voor je gezelligheid. Ja, daar doen we het voor. Hè? Echt geweldig allemaal, zegt Etty. Mandy zegt mooi. En Landen zegt heel leuk. En Gemma zegt wat superleuk, Demi. En Nanny, geweldig, super bedankt. Super gedaan. Nou ja, en nu komt het bij jullie. hè. Nu moeten jullie het gaan doen. Jullie hebben twee weken de tijd om geïnspireerd door Demi jullie Neel Art te maken. En in te sturen, natuurlijk, tot 30 januari. Doe dat dan via de link die je kunt vinden in het album, Gel Polish Art. Zijn er verbeterpunten? Wordt de contact op met, met je opgenomen? En dan heb jij gewoon een prachtige, prachtige nieuw certificaat aan de wand en weer een nieuwe techniek in je handen. Demi, ik wil jou heel erg bedanken. Het was een genot om samen te werken met je vanavond. Ja, ik vond het ook wel leuk om hier te zitten en jullie mo te mogen inspireren. Ik ben ook heel benieuwd naar jullie inzendingen, dus ik wens jullie allemaal succes. En ik wil jullie natuurlijk ook bedanken. Heb ik alles? Ja, ik heb alles gedaan. Heel erg. Of heb ik nog iets wat ik oversla? Oh ja, je kunt natuurlijk deze prijs winnen als je meedoet met Demi's Challenge van vanavond. Deze prachtige kleuren. Wildcat Meast Choice 2022. En die hele mooie rolstint met Jessica's Choice. En dan zijn we nu toch echt aan het eind van de show gekomen. Ik heb Damien al bedankt. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het meekijken. Ik geef je heel veel lekker inspiratie. Ik word er ook zelf altijd hartstikke vrolijk van om zo'n leuke e-workshop te doen. Gil, bedankt achter de schermen. Ook weer. En bedankt daar vorige week dat je me verving. Gewoon dat, je, dat, dat hij jullie comments heeft gedaan. Echt superleuk, toch? En ja, genieten van deze druilerige week. Vergeet ook niet de gel polish actie 30% korting en dat geldt ook voor deze collectie. Hele fijne avond nog, tot snel, tot nil talk live.